Daarom komt er voor alle winkels en horeca-afhaalpunten die alcohol verkopen een verbod op de verkoop van drank na 8 uur 's avonds. De cafés en restaurants gaan weer dicht. Alle binnenruimtes waar mensen zitten, naar maximaal 30 personen per zaal. Ik dacht al in december van, waar komt die chaos vandaan? Omdat China het land dichtgooit. We gaan nu China achterna lopen, een communistisch land, wat 1 miljoen mensen opsluit in kampen. Dan ga je dus voorbeeld gebruiken omdat je denkt dat het zo hoort. 10 a.m. January 23rd. Wuhan goes into lockdown. An effort to stop a deadly virus from spreading further through the nation. Dat was namelijk het enige argument. Het is een eng virus, want de reactie van China is heel heftig. En het ging niet om de data van het virus zelf, het aantal besmettingen, hoeveel mensen aan overlijden. Ja. Die data hadden we nog niet. Die data had je ook nog niet, maar doe het ook dan niet zo panisch dan meteen. Het tweede scenario is dat we het virus onbeheerst zijn gang laten gaan. Daarmee zou ons zorgsysteem in de piek van de besmetting volkomen overvraagd worden. Het is geen ebola, zeg maar. Dat gevoel krijg je wel nu ook door de media hetsen en helemaal in het begin. Wat er allemaal gebeurt, het valt allemaal wel mee. De overheid heeft gezegd dat het moet zo gebeuren. En heel veel mensen zijn het gaan doen of hebben hun mond gehouden. Een aantal mensen was heel kritisch en dan ben je gekkie. Ja. Dat is hoe het gegaan is. Er is geen debat, er is geen overleg. Rutte heeft wel een maand of anderhalf geleden gezegd bij een van zijn persconferenties. Ik wil een gesprek gaan, want we moeten nieuwe oplossingen gaan zoeken of zoiets, toch? Wat was het? Met jongeren in gesprek gaan, ja. Ik weet niet wat daarmee gebeurd is, uiteindelijk. Best spannend zit je ineens in de tuin met de minister-president. Goeiedag allemaal. Geweldig jullie te zien. Rijkelijk laat ook weer. En het is gewoon... Nee, ik denk dat de politiek ook niet terug wil komen. Want het is gewoon net voor de verkiezingen gewoon zelfmoord. Dan ga je gewoon politieke zelfmoord. Dan ga je gewoon zeggen, ik heb een fout gemaakt, jongen, sorry. Weet je? VVD gaat fucking lekker in de peiling. Ik weet niet waarom, maar ze staan hoger dan dat zij nu in de Kamer hebben. Dus zij gaan alles doen om dit goed te praten. En dat is natuurlijk ook weer het makken van de overheid en van de politiek en van de mens. Het gaat altijd om eigen belang. En dat is prima, dat mag, als jij je eigen leven inricht. Niet als jij de levens van 17 miljoen mensen kan bepalen. Dan is je eigen belang een probleem voor ons.